dansles hier binnen. Voor alle leeftijden, maar vooral voor ouderen. En daar gaat het nou net om. Ja, we weten dat ouderen vallen als ze minder mobiel zijn. Als de lenigheid afneemt en ook de kracht afneemt. Er zit een vloerkleedje los, ze vallen van het treden van de trap. En jaarlijks komt dat neer op 72.000 mensen die zich melden bij de eerste hulpafdeling van het ziekenhuis. Voor de broodnodige variatie lijkt het me leuk om te beginnen met de jive. Dans is het zo dat het gaat om balans, om evenwicht, om het overbrengen van gewicht van het ene op het andere been. En dat werkt, als je dat regelmatig doet, heel spierverstevigend. Ze krijgen een controle over hun lichaam en ook een juistere houding, zodat alles lichamelijk, fysiek meer in balans komt. Maar ook in hun denken komt meer ruimte. Ze kunnen loslaten, ze hoeven geen angst meer te hebben. Dus ze leren weer vertrouwen op hun lijf. 1, 2, 3, 4 en achter terug. En 3 en 4. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Heel goed, je staat er stabiel bij. Hè? Gaat goed, ja? Ik dans al bijna 16 jaar, dus maar ik dans ook voor de lol, maar ook voor de conditie. Absoluut niet voor mijn conditie, maar voor het plezier. En ja, ik wil eigenlijk ook een beetje kunnen dansen als er eens een keer een feestje is of zo. En dat doet ze ook denken aan vroeger. Toen ze op dansles zaten, toen er dansfeesten waren. Dus het roept hele mooie herinneringen van vroeger op. En daardoor komen ze weer in beweging. Ik hoop niet bij neer te vallen. Ik ga wel lang door, maar ik hoop niet bij neer te vallen.